De Europese verkiezingen zijn ook in het Heuveland in volle gang. Voor kandidaat Chris Wouters een spannende dag. Europa heeft mij altijd heel erg getrokken, zeker als je kijkt naar de inhoud, echt waar de politiek over gaat, maar ook het onderhandelen met andere landen in die Europese Unie. En het voltallige bestuur van de Heuvelandbibliotheken stapt op. Goedenavond, dit is het Heuveland Nieuws van donderdag 6 juni. De dag waarop er weer gestemd mag worden voor het Europees Parlement. In het Heuveland is er de mogelijkheid om in 50 stemlokalen te stemmen. Maar toch is het niet altijd gemakkelijk op wie je dan moet gaan stemmen. Waar hebben we op gestemd? SP, Socialistische Partij. Dat deel ik niet met de camera. Nee? Nee, echt niet. Nee? Ja, dat zeg ik helaas niet. Nee? FVD. Dat hou ik eventjes van beneden. Ja. Ik heb de neiging voor het wel te zeggen. Ja. Maar ja, dus wat heb ik dan af voor de medium mee te bestellen? Nee, dat zeg ik het niet. Nee. In Meer zouden dus veel mensen nog even de kaarten tegen de borst. Al kwamen de stemmers wel makkelijk tot een keuze. Ik wilde een anti-Europa stem uitbrengen, omdat ik eigenlijk vind dat Europa veel te veel macht van Nederland afpakt. In het algemeen van alle Europese staten, zeg maar. Ja. Dus ik dacht van ik wil dat tegengeluid, dat mag best gehoord worden in Brussel. Nu zijn er meer partijen met die EU-kritische stemmen, PVV, FVD, SP zelfs een beetje. Waarom dan toch FVD? Omdat FVD recht in de leer blijft. Ja. Die zijn constant tegen Europa geweest. Tegen overdracht van nationale macht en tegen overdracht van democratie eigenlijk. Mm. Afschaffen van democratie, als je het zo ziet. En PVV heeft me teleurgesteld. He, die zijn heel sterk anti-Europa geweest. En je ziet op het moment dat het erom gaat en men moet delen, gaat men toch weer schipperen. Dus dat is voor mij een argument geweest om echt FVD te blijven stemmen. Oorlog en vrede, welvaart, gelijke verdeling, milieu, noem het maar op. Was het een lastige keuze? Ja, zeer zeker. Ja. Veel partijen die meedoen, veel kandidaten die meedoen. Wel moeilijk. Maar ik ben er toch goed gekomen. Heeft u hoge verwachtingen van de SP vanavond? Ik hoop één zetel. We hadden er ooit twee. En toen hebben we er twee kwijtgeraakt. Dus met één zetel ben ik heel blij. Laten we het hopen. Yes, dankjewel. Succes. Ja, merci. Dankjewel. Hoi. En u kunt nog tot vanavond 9 uur stemmen. En wilt u weten waar u nog kan stemmen? Ga dan even naar onze website of in onze app. Een van de mensen die op de kieslijst staat is de 22-jarige Chris Wouters uit Rijmerstok. Hij staat op de lijst van het CDA en hoopt jongeren te kunnen vertegenwoordigen in Europa. Chris, is een spannende dag vandaag. Ja, zeker. Het is altijd heel erg spannend om mee te doen aan verkiezingen. En je hebt natuurlijk heel lang campagne gevoerd, geflyerd. Dus het is altijd afwachten van wat het resultaat gaat zijn, zeker. Ja. Chris is heel duidelijk over waarom hij Europa in wil. Ik studeer zelf European Studies. Dus ik heb heel erg in de theorie wel geleerd zeg maar, hoe Europa functioneert. Maar daar is bij mij ook wel het idee ontstaan dat heel veel oplossingen of problemen waar we nu tegenaan lopen, Europese oplossingen vereisen. Kijk naar klimaat, kijk naar veiligheid. En dat zijn echt wel dingen waar ik me voor wil inzetten. Europa heeft mij altijd heel erg getrokken, zeker als je kijkt naar de inhoud, echt waar de politiek over gaat. Maar ook het onderhandelen met andere landen in die Europese Unie. Ja, dat vind ik zelf gewoon super interessant en ik studeer daar ook over. Dus zo is eigenlijk die interesse gegroeid. Ja. Ja, de interesse is er dus, maar toch staat Chris op plek 16 van het CDA. Met 2 tot 3 zetels gepeild voor die partij kan het een lastig verhaal worden om naar Europa te gaan. Ik ben zelf best wel ingezet op een voorkeurscampagne, dus echt gewoon stevig campagne voeren, jonge mensen proberen te bereiken. Je hebt rond de 18.000 stemmen nodig voor een zetel in Brussel, dus dat is natuurlijk best wel een flinke uitdaging. Het is voor mij de eerste keer, dus ik ben heel benieuwd hoe ver ik kom. Ga je nog campagne voeren vandaag? Ga je nog iets doen? Hoe ga je je dag eruit zien? Ik heb nog een paar laatste stapeltjes flyers. Ik ga de mensen nog aanspreken en ik ben vanochtend al bij het station in Maastricht geweest, dus we maken nog even meter. En nou, afwachten. Ja. Ja, en of Chris Wouters een plekje in het Europese parlement krijgt, dat weten we zondag, want dan is de definitieve uitslag binnen. En dan nu ander nieuws. In Bemelen zijn verschillende vaten met drugsafval aangetroffen. Het afval wordt weggehaald, maar dat kan nog enkele dagen duren. De verwachting is dat na het weekend alles weg is. Het afval is aangetroffen langs de Pinweg. Daarom is het voetpad van Sint Antoniusbank naar het gasthuis afgesloten. Het voltallige bestuur van de stichting Heuvelandbibliotheken gaat opstappen.
Oorzaak is een hoogoplopende discussie met de gemeenten Valkenburg, IJsden-Margraten en Vaals. In deze drie gemeenten verzorgen zij de bibliotheken. De discussie draait om de toekomst van de BIEBS. Het bestuur wordt namelijk financieel verantwoordelijk voor het beleid en daarom willen ze niet verder. Het bestuur is van mening dat het onzeker is of de drie gemeenten in 2025 nog geld willen geven. Door deze onzekerheid wil de BIEB niet investeren in personeel en ICT. De bibliotheken willen dat de gemeenten garant staan voor de financiële gevolgen daarvan. Wethouder Jeff Kleine van Valkenburg laat weten vooral de houding van het bestuur te hekelen. Hierdoor zou er een vervolggesprek onmogelijk zijn. Het bestuur van de bibliotheken stapt per 1 augustus op. En meer nieuws hierover via onze website en in onze app. Het is niet mogelijk om tijdelijke woningen te bouwen op het Amicitas-terrein in Meerse-West. De gemeente Meerse trekt de stekker uit het plan omdat er juridische hobbels zijn rondom de overlast van het vliegveld. Er gaat nu gekeken worden naar een locatie in Ulestraten. Het terrein van de voormalige voetbalclub Amicitas ligt onder de aanvliegroute van Maastricht-Aachen Airport. Daardoor zijn er beperkingen om daar woningen te bouwen vanwege vliegtuiglawaai. De 40 tijdelijke woningen waren bedoeld om maximaal 15 jaar geplaatst te worden. Ze moesten woningen bieden aan starters, doorstromers, urgente woningzoekers, statushouders en Oekraïners. Een van de opties voor een nieuwe locatie is het voormalige terrein van tennisvereniging TV De Gewanne in Ulestraten. De gemeente heeft al gesprekken gehad met de tennisvereniging. En dan nog het weer. Morgen wisselen de zon en bewolking elkaar af. De maximumtemperatuur ligt rond de 19 graden en 's nachts kan het afkoelen tot 9 graden. Maar het blijft droog. Zaterdag lijkt er wederom geen kans op neerslag. Het wordt maximaal 19 graden. De minimumtemperatuur is 10 graden. De zon lijkt zich wel wat meer te laten zien. En tot zover het Heuveland Nieuws op tv. Meer nieuws via onze website en in onze app. En morgenavond vanaf 7 uur op tv zijn wij er weer. Ik wens u een hele fijne avond. Dag.